Welke invloed heeft artsenorganisatie KNMG in het debat over voltooid leven? Welkom bij Uitgelicht. Medische ethiek domineerde deze week het nieuws. We praten zo meteen over de introductie van de NIP-test, over voltooid leven en over embryokweken met Esmee Wiegman, directeur van NPV Zorg. Goedenavond, mevrouw Wiegman. Fijn dat u er bent. Maar eerst Groningen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam vanmorgen met een rapport over de toekomst van het aardbevingsgebied. Belangrijkste conclusie: de NAM, verantwoordelijk voor de boringen naar aardgas, moet zich niet meer bemoeien met de afhandeling van aardbevingsschade. Aan de telefoon Jitse van der Wal, predikant in het gebied en tevens voorzitter van het platform Kerk en Aardbeving. Goedenavond, meneer van der Wal. Goedenavond. Ja, hoe is dit nieuwe rapport in uw gemeente ontvangen? Ja, nou, hoe het in de gemeente ontvangen wordt, hè, dat is altijd even afwachten. Maar in het platform in ieder geval is het wel binnengekomen vandaag. Dat merk ik aan de mails die we naar elkaar toegestuurd hebben. Aan de ene kant word je weer moe van weer een rapport. Hè, want er zijn vandaag al zoveel rapporten weer verschenen. Ja. Over de contouren enzovoort van het probleemgebied. Maar aan de andere kant, dit is wel een heel helder rapport, om zo maar eens te zeggen. Ja, verwacht u ook daadwerkelijk dat de NAM zich niet meer gaat bemoeien met de aardbevingsschade? Nou, dit vraagt om een krachtdadige overheid. Ja. Daar gaat het nu om. Dit rapport vertelt van: overheid, pak nu de regie terug. Jullie zijn verantwoordelijk. Jullie moeten nu keuzes gaan maken. En dat betekent ook de keuze om inderdaad de NAM buitenspel te zetten. Ja. Ja, u zei net al, u heeft vooral reacties vanuit het platform gekregen. Wat denkt u dat dit rapport gaat doen met het geestelijk welzijn van de inwoners? Nou, als je kijkt, is dit rapport wel heel helder over wat het doet met mensen. En dat vind ik ook wel heel bijzonder. Voor het eerst kom ik zinnen tegen als dat bij de schadeafhandeling niet moet worden gestreefd naar de procedurele precisie, maar naar het hanteren van de menselijke maat. Ja. Dus dat betekent, ga nou eens kijken wat doet het met mensen en ga op die manier de schade afhandelen. Nou, dat gebeurt tot nu toe helemaal niet. Dus wanneer dat zou gebeuren, dan doet dat positief iets met het geestelijk welzijn van mensen. Ja. Dat geldt ook voor de gaswinning. Het moet niet naar een niveau van objectieve veiligheid, maar naar een niveau van subjectieve veiligheid. En dat betekent, van het gaat om wat doet het met mensen, de gaswinning. Ja. Ja, dus betekent eigenlijk dat mensen ook gehoord gaan worden? Ja, als je dit rapport leest en de overheid neemt dit over, dan is er eindelijk erkenning voor wat het met mensen doet. Ja. Ja, een andere conclusie in het rapport is het dat de toekomst van de provincie meer centraal moet komen te staan. Hoe moet die er volgens u uitzien? Nou, inderdaad, dat is ook een hele terechte conclusie. Je moet kijken naar de uitdaging van deze regio. Je hebt ook te maken met krimp, met een tekort aan werk. Hoe gaan we daarmee aan de slag met elkaar? Hoe gaan we zorgen dat het landschap op een goede manier intact blijft? Want nu wordt het één rommelpot door alle versterkingsoperaties, technische oplossingen, zeg maar. Ja. En het gaat juist om hoe hou je dit gebied mooi en leefbaar met elkaar. Kijk, en als er één organisatie komt, want daar vraagt dit rapport om, overheid, pak de regie, zet er één organisatie op die alle bevoegdheden krijgt, dus af van de NAM, af van economische zaken, af van Centrum Veilig Wonen, af van de Nationaal Coördinator, onvoorstelbaar dit rijtje, ja. Maar één organisatie gaat dan denken vanuit de toekomst van dit gebied. Dus een zorgvuldige gaswinning, een zorgvuldig onderhouden van dit landschap en zorgen voor werkgelegenheid en voor deze regio. Ja. Ja, u zei net al dat de nieuwe regering hard moet gaan optreden. Ja, wat verwacht u van die nieuwe regering? Denkt u dat ze de gaskraan helemaal gaan dichtdraaien? Nou, kijk, de gaskraan helemaal dicht, daar gaat het nog niet eens direct om. Het gaat om een goed niveau van veiligheid, zeg maar. Hè? Want wij snappen ook allemaal wel dat dat niet in één keer kan. Dat hoeft ook niet, daarmee zijn de aardbevingen ook niet kwijt. Ja. Maar het gaat wel om dat de beloftes die aan het begin nog gedaan zijn, toen de lijsttrekkers allemaal in Groningen waren, waar we daarna nooit weer iets over hebben gehoord in het hele verkiezingstraject, dat die nou wel eens een keer serieus genomen gaan worden. Ja, u hoopt dat ze daadwerkelijk ook iets gaan doen. Ja, nou, daarvoor timmeren wij dus ook aan de weg vanuit het noorden. Nee, op dit moment is ook een brief van allerlei maatschappelijke organisaties samen naar de formateur gegaan. Ja. Om onze problemen onder de aandacht te brengen. Nou, en dit rapport van de onderzoeksraad ondersteunt dat. Ja.
Dank dat u even aan de telefoon wilde komen en dit wilde toelichten. Jitse van der Wal. Dank u wel. Artsen zijn fel tegen stervenshulp bij voltooid leven. De artsenorganisatie KNMG maakt zich zelfs grote zorgen om de plannen. Bij ons in de studio Esmee Wiegman, directeur van NPV Zorg. Goedenavond, mevrouw Wiegman. Goedenavond. Ja, u strijdt al langer tegen het voorstel van inmiddels demissionair minister Schippers. Ja, wat betekent het voor u dat de artsenorganisatie zich nu zo openlijk uitspreekt tegen dit voorstel? Ik was blij verrast, want het is natuurlijk vrij lang stil geweest. We hebben het afgelopen maanden wel verschillende artsen wel gehoord in de media die zich uitspraken tegen voltooid leven. Ja. Maar de grote artsenorganisatie KNMG, wat echt een koepel is van alle artsenorganisaties, die zijn nu echt met een heel gedegen visie gekomen. Ze hebben ook heel breed hun achterban geraadpleegd. Dus dit is een heel belangrijk en sterk signaal. Ja, want wat is de belangrijkste kritiek van de artsen op dit plan? Wat de artsen zeggen, dat is nou, dat mensen hun leven als voltooid ervaren, dat kunnen ze invoelen. Mm-hmm. Artsen krijgen natuurlijk mensen ook op het spreekuur. Ze bezoeken mensen thuis. Maar ze zeggen, zo'n wet voor voltooid leven, dat kent gewoon te grote risico's en te grote nadelen. En dat moet je niet willen. Ja. En dan komen ze eigenlijk met een hele goede opsomming, die ook wel terug te vinden is in het rapport van de commissie Schnabel, alweer ruim een jaar geleden. Ja. Maar dan zeggen ze ook, let op, stigmatisering van de ouderdom. Hoe ga je ook om? Hoe kun je weer zin en betekenis geven aan het leven? Ja. Ze zeggen ook, let op, met een andere wet naast de huidige euthanasiewet, dan hol je eigenlijk die euthanasiewet uit. En die euthanasiewet, ja, ik ben er nooit voorstander geweest, maar één ding wel. Mensen, patiënten en artsen worden wel goed beschermd door deze wet. Omdat een arts nooit verplicht wordt tot euthanasie. En een patiënt hoeft ook nooit bang te zijn dat er zomaar euthanasie zou worden gegeven. Omdat het altijd gaat om een vrijwillig en weloverwogen verzoek bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En bij deze uitbreiding zou dat dus veel minder worden, die toezicht en die hulp bij mensen. Ja, klopt. En het is dan ook de verwachting. Want eigenlijk wordt er een heel licht kader, zou er dan naast de toch best strenge euthanasiewet worden gelegd. Mm-hmm. Ja, en als mensen dan moeten gaan kiezen, ja, waarom zou je zo'n heel streng en zwaar traject met artsen en noem maar op ingaan, waar een arts uiteindelijk zelf de doorslag geeft? En waarom kies je dan niet voor de meer eenvoudige weg bij een stervenshulpbegeleider, zonder al die toetsing en procedures? Ja, de KNMG kreeg kritiek op hun standpunt. Ze zouden het zelfbeschikkingsrecht in de weg staan. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, nou, dat is natuurlijk een hele merkwaardige. Heel veel mensen denken eigenlijk dat een wens om te sterven, dat ze zeggen, ja, dat is toch mijn autonome wens. Ja. Dat verwoord ik. En het gaat toch over mijn leven en mijn keuzes. Maar wat mensen heel vaak vergeten is dat, ja, maar op het moment dat je aan een ander gaat vragen om jouw leven te beëindigen, ja, dan maak je eigenlijk je autonomie en zelfbeschikking ongedaan. Want dan gaat het ook om de autonomie en de zelfbeschikking van die ander. Mm-hmm. Kun je dat dan wel vragen? Ja. Artsen die zijn er niet in de eerste plaats om iets te betekenen voor de zelfbeschikking. Maar artsen zijn er om goede zorg te verlenen. En dat geldt ook voor een overheid. Een overheid is er niet in de eerste plaats voor de zelfbeschikking en de autonomie van mensen. Maar de overheid heeft in de eerste plaats ook om mensen te beschermen. Ja. Nou, en de commissie Schnabel zegt ook, ja, er zal vast een kleine groep mensen zijn die heel wel overwogen zeggen, mijn leven is voltooid, ik wil graag mijn leven beëindigd zien. Maar voor hun is er dus geen oplossing in die zin als we deze uitbreidingen niet door zou komen. Ja, nou, wat ik zeg vanuit mijn hart tegen deze mensen, zoek hulp en ga in gesprek. Mm-hmm. Els van Wijngaarden, nou, die naam die hebben we afgelopen maanden ook wel verschillende keren gehoord, die heeft onderzoek gedaan naar voltooid leven. Ja. En die zegt, het is in alle gevallen die zij heeft gezien en mensen die zij heeft gesproken, zegt, het is allemaal niet zo eenduidig. Het is een hele diepe existentiële vraag die niet zo makkelijk te vangen is. Nee. Dus eigenlijk roept zij vanuit haar onderzoek ook op tot de terughoudendheid. Maar als je dan zegt, ja, er is niks voor deze mensen. Kort geleden stond er nog een column van Bert Keizer in Dagblad Trouw. Ja, en Bert Keizer zegt, ja, mensen die dit zo graag willen, waarom staan ze op de muur van de overheid te bonzen? Ja, als je dan zo autonoom zijn. Nou nee, ga het dan zelf regelen. Ja.
Ja, ik ga niet tegen mensen zeggen, u wilt dood, ga het zelf regelen. Nee, dan heb ik zoiets van, dan ga ik met mensen in gesprek. Ja. Dit is nogal wat. Waar komt dat doodsverlangen vandaan? Ja, precies. Kunnen we niet meer betekenen voor deze mensen? Ja, nu dit rapport, vorig jaar natuurlijk het rapport van de commissie Snabel, ook de beroepsorganisatie Verpleegkundigen en Verzorgden Nederland kwam met soortgelijke kritiek. Denkt u dat de politiek gaat luisteren naar deze organisaties? Ik hoop het. Ik verwacht het ook, want ik denk als een commissie Snabel en de artsenorganisaties en de verpleegkundigen en verzorgenden allemaal met hetzelfde geluid komen, daar kun je gewoon niet omheen. Maar goed, de politiek kennende, als de politiek inderdaad zegt, ja, maar die autonomie is belangrijk. Het gaat hier niet over mensen die ziek zijn en... Dan zou er een politieke mogelijkheid kunnen zijn. We passeren al die professionals uit de zorg. En we gaan echt iets heel anders regelen met andere zorgverleners. Ik vind het onbestaanbaar. De artsenorganisatie zegt ook, je kunt niet zo makkelijk een scheidslijn trekken tussen mensen die ziek zijn en gezond zijn. Mm-hmm. Mensen zijn ziek. Nee, mensen hebben een ziekte. Ja. Maar mensen hebben wel een heel leven. Wat gewoon wel heel getekend kan worden door ziekte. Ja. Maar het is niet zo dat gezonde mensen nooit bij de huisarts komen. Het loopt door elkaar heen. Het ligt niet zo scherp. Ja. Ja, dan naar de NIP-test. Vanaf 1 april mogen ziekenhuizen deze aanbieden aan zwangere vrouwen. Ziekenhuizen denken dat veel vrouwen in de eerste tijd die NIP-testen vaak gaan aanvragen. Deelt u die verwachting? Ik ben heel benieuwd. Het heeft mij wel verrast dat de afgelopen jaren heel veel vrouwen naar België zijn gegaan voor die test. Omdat ze hier in Nederland nog niet voor die test in aanmerking kwamen. Ja. Het kan nu in Nederland. Ze zullen wel een behoorlijke eigen bijdrage moeten gaan betalen. Dus ik ben benieuwd of veel vrouwen dat gaan doen. Ja, want waarom willen mensen deze test doen? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het te maken heeft dat heel veel zwangere vrouwen toch echt graag willen weten of alles goed is met hun kindje. Zich daar ook heel erg voor verantwoordelijk voelen. En op het moment dat er dingen worden aangeboden, in het kader van volksgezondheid, ja, dan heb je ook de neiging om dat gewoon aan te pakken. En zeker ook als een overheid zegt, ja, we stellen deze testen beschikbaar. Ja. Dan hebben mensen denk ik ook snel de neiging om te zeggen van, als de overheid dit dan ook aanbiedt, het zal wel goed zijn, het zal ook wel belangrijk zijn. Ja, maar wat verwacht u dan dat de vrouwen met die uitslag gaan doen als ze inderdaad horen dat hun kindje syndroom van Down heeft? Wat verwacht u daarvan? Het is nog heel erg moeilijk te zeggen. Op weg hier naartoe zat ik nog in de auto en hoorde ik ook nog even een bericht waar vrouwen werden geïnterviewd. Van, zou je gebruik maken van die test? Heel veel vrouwen zeiden ja. Maar stel je voor dat is iets niet goed met je kindje, overweeg je dan abortus? Nou, dan blijkt abortus niet direct het meest vanzelfsprekende keuze te zijn. Maar we moeten het echt gaan zien. Ik weet nog goed, toen een aantal jaren geleden natuurlijk de 20-weken echo werd geïntroduceerd, lag heel erg het accent op van ja, en dan zijn er eventueel nog behandelmogelijkheden en ben je goed voorbereid. Ja. Maar wat we nu wel zien, er wordt vooral gekeken met de 20-weken echo naar een open ruggetje. Maar eigenlijk dat zo'n 90-95% van de zwangerschappen van kinderen met een open ruggetje, ja, die kinderen worden geaborteerd. Ja. Dus ik maak me wel zorgen of we met de NIPT uiteindelijk ook niet hetzelfde gaan zien. Ja. Ja, de regering die subsidieert deze test. Het kost nu maar €175 eigen risico. Het Belgische bedrijf Gendia is daar niet blij mee. Heeft de Nederlandse regering voor de rechter gesleept. Hebben ze een punt daarmee? Ja, nou goed. Eén ding wordt wel duidelijk bij deze test. Geld is natuurlijk een enorme belangrijke factor. Ja. Ja, en Gendia heeft er wel bij gevaren dat er zoveel vrouwen uit Nederland naar hen toe gingen en bereid waren om daar bijna €600 voor te betalen. Dus financieel is dit voor Gendia een strop. En ze zeggen, ja, dit is eigenlijk een soort oneigenlijke staatssteun. Ja, ja. Maar waarom is het zo belangrijk voor minister Schippers? Of waarom wil zij dat zo graag, dat die test zo breed toegankelijk wordt? Goeie vraag. Want voor mij blijft nog steeds de vraag staan, waarom testen wij ongeboren kinderen op het syndroom van Down? Mm-hmm. Kijk, dat er bij een open ruggetje wordt gekeken en dan wordt er nog over behandelmogelijkheden genoemd. En ook alert zijn, ook bij de bevalling, dat de geboorte plaatsvindt in het ziekenhuis. Dat kon je daar nog bij noemen. Maar bij NIPT en bij de aandoeningen waar daar wordt naar gekeken, waarvan het syndroom van Down het belangrijkste is, daar zijn geen behandelmogelijkheden. Nee. Ja, je voorbereiden op een kindje met Down, dan zou ik nog zeggen, joh, doe die test rond 30 weken zwangerschap. Ja. Dan ben je ook nog vroeg genoeg.
Maar wat mij eigenlijk de afgelopen maanden wel duidelijk is geworden, ook in de reacties van minister Schippers, ook op Kamervragen over deze test, ze vindt de keuzevrijheid van vrouwen heel erg belangrijk. Ja. Dus eigenlijk dat een vrouw kan kiezen, keuzes kan maken over de gezondheid van haar kind. Ja, dat vindt ze eigenlijk belangrijker dan dat je als paal boven water laat staan. Op nummer 1, een kindje is beschermwaardig en dat leven moet je gewoon zien te sparen. Maar is het ook niet zo dat zo'n kind onnodig lijden, dat onnodig lijden bij zo'n kind wordt tegengegaan door zo'n NIP-test? Ja, dat wordt genoemd. Maar kijk, bij sommige ziektes, hè, afgelopen week was er nog een vrouw ook op televisie, die had 2 kinderen verloren met de ziekte van Duchenne. Mm-hmm. Dat is lijden. Maar als je aan mensen vraagt, ook die zelf het syndroom van Down hebben, ja, lijden. Ja. Tuurlijk, je hebt natuurlijk wel bij het syndroom van Down, hè, kan er ook sprake zijn van aangeboren hartafwijkingen. Zijn vaak operaties wel moeilijk. Ja. Is syndroom van Down lijden? Ja, dat is natuurlijk dan de vraag die overeind blijft. Kijk, ja. En we moeten ook aandacht blijven hebben. Het is niet eenvoudig. Nee. Mijn vriendin heeft ook een zoontje met syndroom van Down. Nou, dat vraagt echt extra's ook in de hele opvoeding, ook van de andere kinderen. Ja. Maar om te zeggen, het kind kan er maar beter niet zijn. Ja. Het komt niet over mijn lippen en ook niet over de lippen van mijn vriendin. Nee, precies. En ook als ik naar dat kind zelf kijk, dat leidt niet. Nee. Nee. Nou, dan de embryo-kweek. Gezondheidsraad kwam afgelopen dinsdag met het advies om embryo-kweek voor wetenschappelijk onderzoek toe te staan. Ja, hoe kwam dat advies bij u binnen allereerst? Ja, ik werd verdrietig ervan. Ja. Ja. Toen vorig jaar zag ik al wel dat minister Schippers bezig was met de embryo-wet te verruimen. Om de mogelijkheid ook te bieden om embryo's te kunnen kweken. Nou, we hebben het in Nederland allemaal zo geregeld dat ook nog zo'n gezondheidsraad met zeer geleerde mensen daar ook uitspraken over gaan doen. En dan verwacht je eigenlijk in zo'n advies gewoon ook een heel gedegen ethische afweging. Hè, mm-hmm. Van, mogen we dat wel doen? Het gaat wel over beginnend menselijk leven. Hè, hoe je ook tegen embryo's aankijkt. Niemand kan ontkennen dat dit het begin is van het menselijk leven. En dan zie je toch dat uiteindelijk de doelen van de wetenschap, toch wel iets van het pragmatisme, dat voert de boventoon. En ook hiervoor geldt niet die beschermwaardigheid van het menselijk leven. Ja, het doel is natuurlijk om ervoor te zorgen dat, dat embryo's beter DNA krijgen, terwijl het embryo op dat moment nog geen hartslag heeft. Ja, hoe kijkt u naar de hele kwestie? Ja. Het leven wordt niet werkelijk gewaardeerd op de waarde die het heeft. Ja, dus dan gaat het echt over de menselijke waarde van dat embryo. Ja, ja. En wat ik ook zie, dat is een glijdende schaal. En daar hebben we in Nederland allemaal een hekel aan, hè, als je over een hellend vlak gaat spreken. Maar het is gewoon zo, want dat hoor je nu ook al in de redenering. Ja, we hebben al heel veel restembryo's. Die liggen in vriezers, ja. Hè, na IVF... En ja, dan wordt er gezegd, ja, maar die embryo's die zijn niet goed genoeg voor dat onderzoek. Dan moeten er ook nog weer embryo's gekweekt worden. Mensen zeggen, ja, nou, dan is toch ook abortus mogelijk tot 24 weken. En dus op die manier zie je al dat we eigenlijk al zoveel wetgeving en zoveel mogelijkheden hebben. Ja. Waar de beschermwaardigheid van het leven niet op één staat. Ja, dat het kweken van de embryo's dan eigenlijk ook een beetje wordt gezien. Van ja, als we zulke goede doelen nastreven, dan moet je daar toch niet moeilijk over doen. Ja, hoe kunnen we ons als christenen blijven verzetten tegen dit soort ontwikkelingen? Wat moeten we daarmee? Ja, we moeten ons echt blijven uitspreken. En de Gezondheidsraad die zegt, het is belangrijk dat er een publiek debat gaat plaatsvinden. Mijn eerste reactie van de week was, dit is mosterd naar de maaltijd. Want ja. De minister is al bezig en de Gezondheidsraad heeft al een advies neergelegd. De wetenschappers die kunnen straks aan de gang. Maar goed, laten we dan op zijn minst ook als christenen de discussie meehelpen voeren. Voordat er ook daadwerkelijk toepassing van deze techniek gaat plaatsvinden. Ja. En, en daarin vind ik het ook wel mooi. Daar staan we niet met onze christelijke argumenten voorop. Maar we hebben argumenten waar de hele samenleving wat aan heeft. Ja. En ik zie ook wel aansluiting. Want veel mensen hebben toch wel moeite met geknutsel aan DNA. Ja, precies. Niet alleen vanuit christelijke hoek is daar dus kritiek op. Nee. Dat is, dat deed me ook wel goed om dat te horen deze week. Maar ik ben wel bang dat dit allemaal niet te stoppen is. Ja. Dank voor uw toelichting, Esmee Wiegman van NPV Zorg. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer met Uitgelicht. Tot dan. Dag.